je talenten zijn vooral basisschouding. En je basisschouding is eigenlijk een zeer open blik naar de samenleving. En toch ook wel een kritische blik naar die samenleving. En als je zo het gevoel hebt van, ik wil daar toch wel mijn steentje toe bijdragen en de zaak een beetje in de goede richting doen evolueren, dan zit je echt op je plaats in deze opleiding. Als student ga je eigenlijk heel sterk gefocust zijn op de maatschappij. En ga je heel veel leren over hoe alle soorten mechanismen in de samenleving, hoe dat het werkt en vooral hoe dat je kunt wegen op die samenleving. En we gaan dat doen door je heel snel op stage te sturen. Dus je gaat heel veel uit de praktijk leren en aldoende. Ik denk dat dat een beetje ons toverwoord is, praktijkgericht leren. Deze opleiding is eigenlijk wel uniek, omdat ze op een heel andere manier kijkt naar de student. In de eerste plaats beschouwen we u absoluut als een volwassene. En is het dus eigenlijk ook zo dat we heel veel in dialoog gaan met elkaar. Het is eigenlijk uw mening zal gevormd worden door zichzelf te formuleren, door te discussiëren met de docent, maar ook met uw medestudent. En, heel belangrijk, je gaat heel snel dus de praktijk in. En in die praktijk ga je dus ook heel veel leren en met die leerervaring kom je terug naar school. En daar gaan we dan mee aan de slag. Onze campus is gelegen op de Tinelstraat. Dat is niet Gent-Gent, maar toch wel niet zo ver van de Dampoort. En uiteraard heel gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer. De bussen stoppen hier ieder kwartier. En ook heel wat parking en uiteraard een heel brede grote fietsstalling. Dus geraken doe je hier altijd en op een vlotte manier. En een keer dat je hier bent, ja, dat is eigenlijk wel, als ik het zelf mag zeggen, een zeer gezellige campus. Geen traditionele campus, geen hangen, geen klaslokalen, maar zo echt wel, uiteraard klaslokalen, maar op een andere manier. Hè. Er zijn ook wel wat zitbanken, heel veel plaatsen waar je als groepje kunt samen aan de slag gaan. Een zeer uitgebreide en moderne bibliotheek waar je ook aan de slag kunt. Zelfs een restaurant in ons gebouw. Ik zou zeggen, kom een keer langs, je zult het rap ontdekken en u vooral heel rap thuis voelen. En wat na deze opleiding? Uiteraard is het de bedoeling dat je dan aan de slag gaat. Hè. Heel veel studenten kunnen na hun stage ook wel terecht bij hun stageplaats en kunnen dus direct aan de slag. Maar er zijn natuurlijk studenten die verder willen studeren. Dat kan via een postgraduaat, dat kan ook via de bachelor of zelfs UNIF. Dat hangt natuurlijk af van uzelf. Maar in ieder geval, je zult gewapend zijn om aan de slag te gaan met heel veel bagage, een kritische kijk op de samenleving en vooral heel veel goesting om de zaken in handen te nemen. Veel succes!